Goedemiddag en van harte welkom. Van harte welkom bij Platform Leo, netwerkbijeenkomst regie in transitie. Mijn naam is Ruud Schuurs. Ik ben programmamanager van Platform Leo en vandaag de host. Het woord regie wordt heel makkelijk in de mond genomen. Op het moment dat we het hebben over de regie van de energietransitie en je vraagt aan mensen van ja, wat is dat dan, regie? Dan krijg je 15 verschillende definities. Hè. Dat gaat van ja, wij zijn verantwoordelijk voor het proces, tot en met van ja, wij moeten bedenken hoe het moet. En misschien is het allemaal een beetje waar. Afhankelijk van waar je zit, in welke fase van een project of proces je zit. En toen dacht ik van, nou, misschien is het wel de moeite waard om eens een keer een goed gesprek te hebben over regie. Wat is het nou en hoe werkt regie nou eigenlijk als het gaat over een transitie? Want de transitie is inherent onzeker. Heeft niet een vooraf afgebakend einddoel. Of misschien wel een doel, maar niet een nou ja, in woorden van toneelregie. We hebben geen script. Het script schrijft zichzelf gaandeweg. We zijn aan het ontwikkelen. En we weten niet precies hoe die balans aan het eind eruit ziet in die energietransitie. We weten wel wat we willen bereiken, namelijk een CO2-neutrale energievoorziening. En gaandeweg wordt het steeds complexer. Wordt het aantal acteurs op het toneel wordt steeds groter. Want de energieopgave raakt verweven met andere opgaven, wonen, mobiliteit, werkgelegenheid. Hè. Kijk naar de stagnatie als gevolg van de netcongestie. Maar hoe voer je daar nou regie op? En wie voert die regie nou? En is regie een functie van één partij, van één persoon in een proces? Of is regie eigenlijk veel meer het samenspel tussen die partijen? Nou, allerlei redenen om dat gesprek nou eens een keer even los te trekken van de werkpraktijk en even te voeren op het begrip regie. We hebben er een tweeluik van gemaakt, omdat we zagen dat regie op dit moment heel sterk wordt bepaald door de urgentie van de energieopgave. We zijn enorm bezig met problemen oplossen, met korte termijndoelen. Nou ja, korte termijn, 2030, hè, we hebben de urgentie, de ambitie wordt eigenlijk steeds verder opgeschroefd, de druk wordt steeds groter en je ziet dat mensen dus eigenlijk verkrampt raken in van ja, we moeten datgene wat we doen, moeten we nog sneller, nog meer, nog beter gaan doen. Maar de vraag is inderdaad, is die drijvende kracht van die problemen die we meenemen uit het verleden, is dat voldoende om die goede regie te kunnen voeren? Vandaag staan we vooral stil bij die opgave. Want wat hebben we bedacht om die problemen op te lossen? We komen daar straks in de deelsessies ook nog op terug. Maar in het tweede deel van het tweeluik, en ik zou heel graag jullie nu al uitnodigen om daar ook bij aanwezig te zijn. Op 28 mei gaan we kijken van ja, maar wat is dan de noodzaak om ook regie te voeren vanuit de kracht van verbeelding, vanuit visie, vanuit die lange termijn beelden die we hebben over de samenleving die we met elkaar aan het bouwen zijn. Nemen we de goede beslissingen onder druk van die urgentie? Of moeten we eigenlijk ook vooral kijken naar waar we naartoe willen werken en besteden we daar voldoende aandacht aan? Die tweede sessie die doen we samen met de Urban Future Studio van de Universiteit van Utrecht. Maarten Haaier zal dan de keynote spreker zijn. In de wereld van de energietransitie bekend omdat hij de term energieke samenleving heeft geëikt een jaar of 10 geleden. 12 jaar geleden. En die energieke samenleving, eigenlijk is het woord inmiddels alweer, zijn glans verloren. Omdat de energieke samenleving stond toen inderdaad voor die burgercoöperaties en het burgerinitiatief, de bottom-up beweging. Maar die is inmiddels zo alom aanwezig dat je eigenlijk niet meer kunt zeggen van nou, die heeft apart aandacht nodig. Die is er gewoon. Dat is een van de partijen in die driehoek van overheid, private sector en samenleving. Maar waar ligt dan die opgave? Waar ligt dan de regie? Nou, dat ter inleiding op wat we doen, op wat we vandaag doen en wat we op 28 mei doen. Om dit af te trappen hebben we een interessante spreker uitgenodigd. Sven Ringelberg heeft een aantal jaren geleden een boek geschreven over de Nederlandse gastransitie in de jaren 60. En het is heel interessant om nou eens te kijken van hoe ging het toen? Want je hoort vaak verhalen van ja, toen ging het zo makkelijk en waarom is het dan nu zo moeilijk? Nou, daar heeft hij eens een verhaal over geschreven, een heel boek over geschreven zelf. En dan neemt hij ons mee naartoe, want is het wel echt zo dat het toen zo makkelijk was? En wat zijn dan de grote verschillen in de regie die er gevoerd is op dat proces? Sven, mag ik jou uitnodigen om ons mee te nemen een jaar of 60
ja, 65 terug. Zeker. Naar het moment dat we het gas ontdekten. Nou, dat het een vlammend verhaal mag worden, zo te zien. Kijk, mijn naam is Sven Engelberg. Ik ga jullie in ongeveer een half uurtje hoogtempel, als een andere tijden uitzending, meenemen in de aardgastransitie. En dan vooral over de regie, hoe de overheid dat heeft aangepakt, ook hoe dat bij gemeenten ging en vooral hoe dat bij burgers landt. En het is extra spannend, want Aad, jij zit ook in de zaal en jij hebt mij toen geholpen en tegengelezen in het boek. En jij bent hier de echte expert, dus dat wilde ik toch maar even zeggen. Ja. Nou goed, die aardgastransitie die begon op 29 mei 1959. Toen werd echt dat slochtere gas ontdekt, de slochtere gasbel. En sindsdien is dat landschap van ons, als het over energie gaat, radicaal veranderd. Dat aardgas heeft echt alles aangeraakt in ons leven. Van de manier wat we, hoe we eten, onze industrie, de politiek, onze staatsfinanciën. Je kan met recht zeggen dat het Nederlandse symbool eigenlijk wel een beetje aardgas is geweest. Daar moeten we nu vanaf, maar toch, ik hou ervan om een beetje positief terug te kijken, ook naar de ontwikkelingen die wij allemaal hebben meegemaakt. En dat ga ik met jullie op hoog tempo doen. Maar ik wil beginnen met even uitzoomen van waar hebben we het dan over? Hoe groot was die transitie dan? En dan ga ik stap voor stap, les voor les, met nadruk op regie, door die transitie heen. Als we hem even samenvatten, waar hebben we het dan over? Over zo'n radicale energietransitie, die ook zo deels in de wetenschappelijke literatuur zo wordt benoemd. Waar hebben we het dan over? Nou, je hebt het over duizenden gasfitters opleiden in enkele jaren tijd. Terwijl nog geen 1% van de technisch geschoolde toen voor gasfitter werd opgeleid in die tijd. We hebben het over 90.000 contracten die toen werden gesloten met boeren. Ja, ik heb hier trouwens nog allerlei mooie papieren en allerlei verhalen staan. Ja, mijn huis is natuurlijk één groot archief zoals je kan bedenken. Tot de frustratie van mijn vriendin overigens. 6.000 kilometer gasnet aangelegd, 5 miljoen apparaten vervangen. En dat laatste is wel even eentje om bij stil te staan. We hebben het nu heel erg over, u komt bij de burger achter de voordeur. Hoe vindt die burger dat? Hoe ga je daarmee om? Nou, daar hebben ze dus op grote schaal achter de voordeur geopereerd. Maar om te zeggen dat dat makkelijk ging zonder slag of tegenslag, dat is een andere zaak. Nou, die eerste les waar ik het even over wil hebben, en ik klik even door. Dat gaat over wat voor kader stel je voor je energietransitie. Wat voor regie neemt hier de Rijksoverheid? En op dit plaatje zie je hier de eerste directeur de ondertekening van de Gasunie. Dat die in werking werd gesteld. Dus een publiek-private samenwerking werd opgezet. Minister De Pauws ondertekende die sessie. En daar lag een stuk document aan ten grondslag. Ook hoe gaan we nou om met dat aardgas? Hoe ga je het gebruiken? Nou, hier alleen al kan je uren over praten hoe dit tot stand is gekomen. Maar wat belangrijk is, is dat die nota in zaken het gas een kader stelde. Wat gaan we met het gas doen? Nou, we gingen dat gas breder inzetten dan alleen de industrie en breder dan alleen het exporteren ervan. Dat was nog een enorme discussie, kwamen allerlei consultants aan de pas en ook allerlei mooie wilde verhalen over hoe we er tot de conclusie zijn gekomen dat we dat aardgas ook in woningen gingen gebruiken. Want het was niet zomaar een gelopen race. Een van de redenen om dat aardgas snel in te zetten, die uiteindelijk 3000 miljard kuub, waarvan ze toen dachten zo'n 300 gevonden te hebben, dat was omdat dat gas snel opgemaakt moest worden, omdat er een andere energiebron om de hoek kwam kijken. Dat kun je ook zien in die laatste zin, die kun je lezen. Nou, die kernenergie was natuurlijk wel je van het toen. Misschien nu ook, maar toen zeker. Want als we die kernenergie niet serieus nemen en dat aardgas niet snel gebruiken, dan verliest dat zijn waarde, dan kunnen we net zo goed in de grond laten zitten. En zo zag je dat ook in die krantartikelen van die tijd. Ik vind het echt een hilarisch krantartikel. In het jaar 2000 is dat gas op. En ja, die atoomenergie is dan natuurlijk zoveel ter beschikking. Ja, we moeten dan toch wel het gas heel snel gebruiken. En wat dit laat zien, een les die ik hier heel belangrijk aan vind, is dat ik werk ook in dit veld. Ik kan voor ieder argument in de energietransitie een onderzoeksrapport vinden wat voor en tegen spreekt. Hoe onafhankelijk ze zijn is een tweede. Maar uiteindelijk moet je politiek dus een keus maken, een bepaalde regiekeus. Ik kies hiervoor, ik ga hier stappen opzetten. Want je weet niet precies wat er gaat gebeuren en hoe het loopt. Nou, aan die les hangt ook die organisatiestructuur vast. Iets wat mijn persoonlijke fascinatie wel had. Hoe organiseer je een transitie? Wat voor instrumenten zet ik dan in? Dit is een vergaand versimpeld plaatje hoe die transitie er dan uitziet. Je had de landelijke organisatie. Een landelijk aardgasnet wat uitgerold moest worden van Zeeland tot Groningen. Je had in Nederland allerlei lokale gasnetten. Stadsgas was dat. Het werd gemaakt uit de destillering van steenkolen.
Nou, al die losse fabriekjes, al die netjes moesten op elkaar worden aangesloten op een of andere manier. En vervolgens had je ook nog eens lokaal al die gemeenten die vaak stadsgasfabrieken deels in bezit hadden, die daar invloed op hadden op de prijsstelling, die dus regie moesten loslaten voor die landelijke uitrol en die transitie. En als deken hier overheen, en daar ga ik zo uitgebreid op heen, dat was de landelijke propaganda. Dat werd zo echt genoemd. Dat was geen vies woord toen. Men moest gasminded gemaakt worden. We moesten wakker worden met de gedachte, ik wil aardgas. En dat was allemaal nog niet zo makkelijk. Nou, in mijn boek staat ook nog dit plaatje. Dit is even wat meer detailistischer van hoe ziet dat er dan uit. Je hebt landelijk had je de SROG, waarin gemeenten gezamenlijk om tafel, een soort VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten van toen, van ja, wat voor plannen maken wanneer dat gas bij ons in de gemeente komt, wat voor prijsstelling hang je daar vast, wanneer zijn wij akkoord. De GasUnie die moest ook allerlei coördinaties in gang zetten rondom de aflevering van materialen. Regionaal had je een regionale inkooporganisatie die dat allemaal moest inkopen. En je had ombouwbedrijven die mensen thuis moesten komen. Nou, dan werden er 10 ombouwbedrijven werden geselecteerd in de praktijk. Die uiteindelijk bij mensen thuis moesten komen in bepaalde regio's. En lokaal had je het ombouwhandboek, want ieder apparaat was weer anders. Net als nu, ieder huis is anders. De opgave verschilt per bewoner. Hoe kunnen we het dan toch standaardiseren? En eind 1964 was er een tijdsplanning per gemeente wanneer men aan de beurt was. Nou, dan denk je, dit is wel heel erg technocratisch, gaat alles dan goed? Nou, dat niet helemaal. Maar het zegt wel dat men heel ver durfde te gaan in die standaardisatie, dat zelfs brieven gestandaardiseerd werden. Ik ben in al die archieven geweest. Het is echt een uit de hand gelopen hobby overigens. Dan ziet hier achter mevrouw met puntje, puntje, puntje. Allerlei tips over hoe kon je nou een brief naar een bewoner sturen dat ze klaar moesten zijn voor het gas. En ook dit natuurlijk. Dit is even eentje die ik altijd graag laat zien. Want als je hier twee woorden aan verandert, heb je precies dezelfde discussie die je nu ook hebt. Toen zagen ze ook die off-transitie en zeiden ze, hoe gaan we dit nou in hemelsnaam voor elkaar krijgen? Zoveel techneuten. Uiteindelijk hebben ze dat opgelost door bijvoorbeeld met de Gascom, dat was een grote ombouwbedrijf, mensen ook letterlijk op te leiden voor dat werk. En later werden die ombouwers ook verantwoordelijk voor een ander deel van die transitie. En laat ik zo een heel interessant plaatje voorzien. Dat aardgas in die woningen, daar ga ik even iets sneller doorheen. Waarom was dat uiteindelijk dan zo interessant? Van waarom was dat aardgas in woningen de moeite? Los van het feit dat kernenergie kwam eraan, dus we moesten er ook wel wat geld aan verdienen. En we konden het gebruiken. Nou, in Nederland was een interessante situatie aan de hand. Maar 5% van de woningen had centrale verwarming namelijk. Dus het behoefte naar comfort in die Nederlandse woning was heel hoog. Ik heb zelf een boek, een origineel. De verwarming van de volkswoning uit 1959. Dus dat gaat over sociale huur. Daar stond al letterlijk in, het is eigenlijk van de zotte dat zoiets als centrale verwarming niet een sociale norm, een norm van deze tijd is. Daar moeten we naartoe. En toen dacht men onder andere aan warmtenetten, aan olie, allerlei andere technologieën om dat mogelijk te maken. Want gas was toen nog niet in die grote vorm gevonden natuurlijk. Ook waren we wel aan gas gewend. 70% van de huishoudens hadden kookgas. Dat was dan dat stadsgas. Dat had wel een heel negatief imago. Want dat was en giftig. Het was duur verhoudingsgewijs. Dus dat gas moest 180 graden draaien in de beleving van mensen. Nou, dat kwam onder andere door deze meneer. En je kon toen nog met sigaren en peuken in de krant. Dat was geen enkel probleem. Misschien een andere transitie, misschien later nog wat daarover. Het is de heer Zoetmulder, de eerste directeur van de GasUnie. En die moest Nederland, letterlijk Engelse leenwoorden hadden we toen ook al, gasminded maken. Dat was zijn taak. Nou, een heel artikel in de Telegraaf was dit volgens mij. De Telegraaf had toen ook al redelijk pittige stukjes. Dus dat is wel grappig om van te stelen. Die man, heel verhaal van hoe hij dat ging doen. Regionale organisatie, goed aanbod naar bewoners. Maar helemaal op het eind van het artikel staat een zinnetje, en dat geeft wel goed weer ook dat we helemaal niet zo anders denken nu als toen. Toen zei iemand, willen ze nu de kolenkachels uit de huiskamers halen? Dat pikken die Amsterdammers nooit. En vooral het woord kolenkachel met cv-ketel, je hebt precies dezelfde mindset van, ja, je gaat mij toch niet vertellen dat ik mijn apparaat weg moet doen? Wie bent u dan wel niet? Dat speelde toen ook. En daar hangt les 2 mee samen. En alweer, ik maak het nu hoog over, vat ik het samen. Zo kunt u ook alle vragen stellen die u wil. Maar hoe ging dat dan? En ik heb in mijn boek ook heel veel gejat termen die we nu gebruiken over spijtvrij, no regret, stap voor stap verduurzamen. Eigenlijk was dit een radicale energietransitie in stappen. Het is niet zo, en dat is een mythe, dat we gas vonden en dat we in één keer iedereen cv-ketels overal gashaarden gingen plaatsen, overal centrale verwarming, in één keer al die woningen kregen.
Het begon met het vervangen van al het kookgas en zorgen dat mensen van het kookgas op stadsgas naar aardgas gingen. Dus men kwam binnen met het kookgas wordt vervangen. En dat was een dwang. Dus dat was een stukje dwang. Mensen konden namelijk kiezen in die eerste transitie. Ga ik op aardgas koken? Want er kwam gewoon een datum. Dus stoken het stadsgas op. Aardgas komt bij u langs. U zet hier de handtekening en u kan verder. Er verandert eigenlijk vrij weinig op papier. Maar als je dat niet wilde, kon je zeggen, nou, dat gas hoef ik niet. Maar dan moest je op kolen gaan koken. Nou, dat wilde dus niemand meer. Dat is gewoon goor. Kolen hadden een redelijk negatief imago over dat soort dingen. Voor de verwarming was het natuurlijk heel gezellig. Dat is ook mooi, kom ik zo wel op. Voor het koken had je nog een ander alternatief, was elektrisch koken. Dat bestond toen ook al. Alleen het was heel duur. Dus de meeste mensen hadden zoiets, ja, ik ga toch niet al mijn pannen, dingen, nee, niks ervan. Weet je wat, prima, ik teken wel bij het kruisje. En langzaam werd dat net uitgebreid. Maar mensen werden dus niet gedwongen om in die tweede transitie een kolenkachel in één keer af te doen en een gashaard te nemen. Er werd niet gedwongen, er werd wel heel hard op gepromoot. Nou, we hebben het net over gehad. Keihard op gepromoot, van ja, u moet gewoon de gashaard nemen, want hoe meer u verbruikt, hoe goedkoper het wordt. Dat was toen het verhaal met gas. Dat is echt zo. Dus als je lekker ging stoken, dan was het goedkoper per kuub gemiddeld. En langzaam werden mensen daartoe verleid. En later, pas in de jaren, vanaf de jaren 70, toen ook de woningcorporaties op grote schaal centrale verwarming toe gingen voeren, kwam die centrale verwarming echt op gang in Nederland. Dat ging echt stap voor stap. En wat is nou de lol? Diezelfde techneuten die kooktoestellen ombouwden om geschikt te maken voor gas, om te koken, konden daarna gashaarden installeren, konden daarna in de centrale verwarming aan de slag. Dus die techneuten die je nu opleidt voor bijvoorbeeld je zonnepanelen, kunnen nu ook warmtepompen installeren. Even een link met nu. Dit vind ik een van mijn favoriete plaatjes. Ik weet niet wat het over mij zegt, maar het is wel een van mijn favoriete plaatjes. Daar zie je ook wat die transitie doet. We hebben net gezien, in 1959 wordt het gas gevonden. Nou, dat is nog wel een tijdje onduidelijk hoe groot dat is, et cetera. En op een gegeven moment, in de jaren 1960, 1961, is wel duidelijk dat dat gas iets gaat betekenen in ons land. Maar het is onduidelijk. En wat gebeurt er dan? Mensen kopen toch nog een nieuwe kolenhaard. Omdat het onduidelijk is, je wil zekerheid. Word ik dadelijk verplicht mijn kolenhaard te vervangen? Dan hebben we natuurlijk ook in Nederland die discussie gehad over het cv-ketelverbod. En wat doet dan als er onzekerheid is, gaan mensen toch nog kiezen voor een stukje zekerheid. Op een gegeven moment kreeg je de koperstaking. Zo werd dat ook letterlijk in de kranten genoemd. Dat is een beetje 1962, 63. Toen had men door, hey, de voorwaarden worden duidelijk. Wat is de prijs? Is het interessant? En toen donderde die gewoon in elkaar. Was het klaar. Toen werd het duidelijk, hey, maar als ik die kolenkachel vervang, kan ik echt beter wat anders kopen. En dan zie je ook dat die gashaarden sky high gaan. En dan vanaf de jaren 70 weer dalen, want dan komt de centrale verwarming op en de cv-ketel zoals we hem kennen. En later de HR-ketel, pas veel later, werd dat gemeengoed in Nederland. Dus dat transitietempo is hierin heel fascinerend. Nou, ik heb hier ook nog wat plaatjes van, want dat woonlastenneutraal wat we nu hebben, het mag niet meer kosten en iedereen moet mee kunnen, wat heel goed is. Had je toen ook een beetje dezelfde discussie. Het komt voor een halve cent uit de grond, het wordt voor 30 cent verkocht, hebben we niet graaiers. Dat kwam van de communistische partij die dat riep toen in de Tweede Kamer. Aan de rechterkant allerlei verschillende manieren om te stoken en te koken op een rijtje in vergelijking met gas. Dat doen we nu ook. We vergelijken alles met elkaar met het gas. Nou, het ombouwen was onbetaalbaar. Dus dit zag je ook hoe die gemeenten hadden een heel hoop op hun bord. Daar kom ik nu op. En ook in de kranten, dit is dan een grappige, en dan ga ik naar een filmpje toe. Deze komt ook uit de Telegraaf. Het was gewoon nog niet, het was niet zo, het is ook een mythe die ik gelijk kan ontkrachten, dat alles gratis was. Wat gratis was, was het ombouwen van de kookapparaten. Dus als jij een kooktoestel had, en dat was vaak, moest niet ouder dan 5 jaar zijn, dan kon je het van stadsgas naar aardgas laten ombouwen en dat was gratis. Op het moment dat je dat niet kon en je moest een nieuw kooktoestel kopen, kreeg je een subsidie, zoals we dat nu ook doen. Maar de gashaard, het leidingwerk verplaatsen voor die gashaard, moest je zelf betalen. Dus het kon voorkomen dat je inderdaad het galag moest betalen. En dat je pech had en dat het best wel wat kost. En toen had je ook leningen hiervoor. Net als we nu discussies hebben over leningen om bijvoorbeeld de hybride warmtepomp tot norm te maken. Moet je dan leningen van 0% verstrekken, et cetera. Ik ga even naar een filmpje. Want ik krijg altijd heel vaak de vraag, joh Sven, zijn die mensen in de jaren 60 niet heel anders? Was toen het beeld en waren mensen niet heel erg volgzaam? Nou, ik denk voor een deel misschien een beetje.
Maar ik denk ook dat mensen heel erg nog steeds lijken op die van 60 jaar terug. Wij hebben in onze schoolboekjes kunnen leren, nog maar zo kort geleden, dat ons land geen delfstoffen en geen energievoorraden had. En we zijn plotseling bedacht geworden door moedertje natuur, door een schat die zo groot is dat het Nederlandse volk nog te klein is om te waarderen wat we cadeau gekregen hebben. Nou, ik heb over dat aardgas wel wat gelezen, maar ik ben het er nou niet zo mee eens. Hè? Ik heb gehoord over dat te felle branden. En ik heb op het ogenblik, die ene pitje doet het helemaal niet. Ik vind het ontzettend slecht geworden zijn hoor, ik kan het niet helpen. De voorwaarden en de tarieven, voor zover ik die gehoord heb, geloof ik niet dat dat enig verschil uitmaakt met het gewone stadsgas. Door deze grote aardgasfonds is het toch mogelijk dat het hele Nederlandse publiek, zowel voor huishoudelijke doeleinden als voor de ruimteverwarming, toch op een enorme manier gediend is. Ja, dat zeggen die grote heren. Dat zeggen die grote bazen. Dat zeggen ze allemaal, dat zegt mijn baas precies hetzelfde. Kijk, hoe harder wij werken, hoe meer hun verdienen. Begrijp je? En daar gaat het om. Het aardgas is waardeloos. Ja. Een heerlijke vondst is het. Lekker schoon, geen stof. Met kamer doen, anders dan had de kachel eens geploft. Of de kolen die wou moest niet branden. Of erg veel mist, dat er geen trek in de schoorsteen was. Nu van alles niets. Niets geen last van. Heerlijk is het, werkelijk. Nou goed, wat die mensen zeggen op camera is eigenlijk heel kort samengevat. Leuk dat aardgas, maar die hoge heren, letterlijk geciteerd, die zeggen altijd dat het goedkoper wordt. Ik zie het wel, het aardgas is waardeloos, één. Eentje die het al had, die overging, die zei, oh, lekker koken, ik ben van die kolen af, het stinkt veel minder in huis. Oh, dat is fijn. Dus iemand die al een gelover is, die de transitie heeft doorgemaakt. Maar ook iemand die heel Nederland zegt, ja, ik moet eerst de tarieven nog zien. Hoeveel kost het dan in verhouding tot nu? Dus allemaal van die discussies die je nu ook hebt. En om iets over dat transitietempo nog te zeggen, is hier gezellige mensen stoken kolen. Het slogan van de Bond Vaste Brandstoffen, en dat verzin ik niet ter plekke, dat is serieus hun slogan en ook hun merknaam. Die waren heel hard aan het vechten, want die zeiden, ja, weet je, hartstikke leuk, maar wij hebben hier nu de macht, nog steeds. En dat gas, dat is een verdringer, dat is een monopolist. En die hebben echt nog wel een toekomst. En dat stond ook in de beleidsteksten zo. Hè? Dat was nog wel voor zo'n 20%. Men had verwacht dat aardgas zou groeien tot ongeveer 80%. Je had zoiets als witte vlekken gemeenten. Dus gemeenten in het land waarvan men zei, nou, daar komt dat aardgas misschien niet zomaar, want dat is wel heel ver weg. Maar dat ging heel hard. En dat aardgas ging veel sneller uiteindelijk. In die woningen kwam dat terecht met succes dan men had verwacht. Dus je had 10 jaar later, 1975 is het uit mijn hoofd, al dat de kolenhandel eigenlijk gesaneerd werd. Dus dat het over was met de kolen. Dus dat laat ook zien als zo'n transitie eenmaal begint en het gaat hard, dat het in één keer veel harder kan gaan dan je denkt. En dat dit soort consequenties ook heeft. Nou, hier ook het fake news uit toen. Dan ga ik daarna even naar de regierol van de gemeente. Omwille van de tijd heel kort. Die kolenboeren die waren natuurlijk hartstikke slim. Dus op het moment dat er een storing was met het gasnet, er werden dingen uitgerold die niet succesvol waren, dan kreeg je op de rechterkant dat soort infomercials, want dat is eigenlijk reclame. En die mevrouw zegt, joh, dat aardgas is waardeloos, die gasmannetjes komen bij mij aan de deur, die maken er een zooi van, ik heb er zoveel spijt van. Dat hebben ze natuurlijk tactisch in de krant geplaatst. Dus dat soort type manier van propaganda voeren, dat doen we nu nog steeds. Het fake nieuws van de speciale pan, want je moest je pan vervangen als je van stadsgas naar aardgas ging. Dat was onzin volgens de deskundigen. Maar het werd natuurlijk heel leuk de wereld in geholpen door de kolenboeren in dit geval. En als je dan even gaat naar een les die hiermee samenhangt, van hoe pak je je nou op door. Dus een enquête is het in Leeuwarden, een van de weinigen die ik heb gevonden. Ik klik even snel door. Van mensen die dan op aardgas overgegaan waren. Hoe reageerden ze nou? Waarom maken mensen bepaalde keuzes? Nou, wat je op een gegeven moment zag was heel interessant. Vooraf zeiden zo'n 20-25% zei, oké, dat aardgas om te koken, dat geloof ik wel, want ik werd daar wel half toe, niet gedwongen, maar dat was de keus die ik had. Maar op aardgas verwarmen ga ik niet doen. Ga ik gewoon nooit doen. Daar heb ik geen zin in. Vertrouw ik niet. Maar wat je zag, de buren gingen op een gegeven moment dat wel doen. Je kennis ook.
En op een gegeven moment ging dat met status samenhangen. Dus bijvoorbeeld nieuwgetrouwden die wilden een huis met een gashaard. Dat soort dingen, dat soort krantartikelen kun je allemaal vinden. Dus op een gegeven moment ging dat rollen. En ging dat veel sneller. En was die gashaard eigenlijk een heel logisch product om in huis te halen. Omdat iedereen tegen je zei dat dat gewoon een logische stap was om te doen. Dus mensen zeggen aan de voorkant ga ik nooit doen. Maar uiteindelijk gaat dat een stuk sneller dan je denkt. Die propaganda aardgas is goedkoop werd gewoon geloofd. Ik heb dit toen gemaakt. Dit boek is verschenen voor de energiecrisis. Ik had daar eigenlijk wat meer over willen schrijven ook van nu. Nu weten mensen inmiddels wel heel goed wat hun maandlasten zijn. Een stuk beter dan 3 jaar geleden, kan ik je vertellen. Maar toen had 80% echt niet door wat hun gasverbruik was, bleek uit de enquête. Ook niet wat het per kuub kostte. Men had zoiets, aardgas is waarschijnlijk goedkoop, ik geloof het nu wel. Dus men was daar niet zo mee bezig. En dat was tot voor kort ook bij ons wel zo hoor. Heel veel mensen switchen niet van energiecontract en zo. Maar dat is natuurlijk, ja, tijdsgeest is nu even anders. En dat comfort was echt een grote reden waarom mensen hier over gingen. Echt nummer 1 reden. En als je dan kijkt ook van wat kan er allemaal fout gaan. En hier ga ik ook wat sneller doorheen. Die gemeentes hadden ook hulp nodig. Net als nu de gemeentes zeggen, leuk zo'n transitie. Maar ik heb ook wat centen nodig, overheid. Jullie moeten mij helpen. Je kunt wel zeggen dat ik over moet op een bepaalde datum. Maar dat kost ook wat. Zoals Rotterdam, die zeiden 6 miljoen. Dat was toen veel meer waard dan nu, inflatie. 6 miljoen op tafel of geen aardgas. Dat soort teksten werden wel geprojecteerd naar de Rijksoverheid. Ook door Amsterdam. Het ombouwen was veel te duur. Er was een leningplafond. Gemeenten konden tot bepaalde grenzen lenen. Daarboven kon niet. Dus dan kunnen we ook dit niet uitvoeren. Dus die strijd zie je nu ook. Dus dat was allemaal nog niet zo makkelijk gedaan. En als je dan even inzoomt op Amsterdam. Dat zeg ik als Rotterdammer. Hier zie je het plaatje van Amsterdam als ze van het gas afgaan nu. Dus in het midden waterstof, eventueel groen gas. In de buitengebieden stadsverwarming. Nou, de berichten van gisteren waren anders. Maar goed, dat is de plannen hoog over. Als je nu even terug in de tijd gaat, dan had je ook dit soort plannen. Met precies dezelfde kaderindelingen. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Alleen hier zie je dus die regie die opgelegd werd. In welk kwartaal ga ik langs, deur aan deur, enquêtes over opnemen. Wat hebben mensen in huis? Hoe werkt het precies? Wat moeten we dan inkopen regionaal? En dan gaan we uitvoeren. Dan noemen we ook een einddatum voor stadsgas. Dezelfde discussie die we nu hebben. Mag ik een einddatum noemen met lichte dwang voor aardgas? Nou, in Amsterdam zie je dus ook, waar we de omvang waar we het over hebben. Dus 500.000 aansluitingen ging het over. Dat is echt gigantisch. Werden omgebouwd of aangesloten. Meestal omgebouwd. 105 sectoren, subsidies beschikbaar voor bewoners. Het aardgas was een aantocht. Burgemeesters en wethouders stemmen in. Die zeggen, oké, gaan we doen. Enorme registratie. Mensen kregen blaadjes thuisgestuurd, krantjes. De sectoren werden gemaakt. Er kwam een brief dat je vooral ook thuis moest zijn. En dat was in Amsterdam een probleem, want daar werkten veel meer vrouwen dan gemiddeld in het land. Dus niemand was thuis. Kreeg je daar weer discussie over. Zeg hilarisch als je dat leest, denk je oké. En een bezoek aan de toonzaal waar je al die apparaten kon zien en de werking ervan. Maar er werd wel weer bij gezegd, pas als u aan de beurt bent, niet sector 100 als eerste in de rij, sector 1 eerst. Nou goed, prima. Het ombouwen. En dit soort dingen krijg je dan ook, wat natuurlijk absoluut niet meer kan. Maar toen had je innovaties zoals de aardgasgirl. Want dat werkte heel goed in de verkoop bij huisvrouwen, zei men toen. Nou goed, het was wel een succes. Dit werkte best wel goed. En de aardgasgirl speelde een belangrijke rol in het geval van Amsterdam. Omwille van de tijd ook, en dan ga ik even de vergelijking maken met toen en nu. En dan doe ik heel hoog over, dus stel er vooral ook de vragen over. Van wat. Want je kan hier van leren. Ik zie dit vooral als een bril die je opzet om met geschiedenis te kijken. Wat kan je nu doen? Ook qua framing, regierol. Maar 1-op-1 is dit totaal niet te vergelijken. In alle eerlijkheid, 1-op-1. Het systeem is nu vele malen complexer. Toen had je 1 product. En vroeger, nu heb je meerdere keuzes. Een paar dingen die wel echt verschillen en die belangrijk zijn om te benoemen. Zoals het over regie gaat. Je had toen echt wel strakke landelijke regie. Publiek-private samenwerking met Esso en de Shell. GasUnie, stuk infrastructuur, zo gaan wij dit doen. Ging allemaal niet perfect. Er waren genoeg gaslekken, bomen die doodgingen. Genoeg dingen die niet perfect gingen. Maar er werden wel vrij principiële keuzes gemaakt hoe ze het net wilden hebben in de uitrol. En nu heb je veel meer lokale regie, ook bij gemeentes. En
Dat maakt het soms best wel ingewikkeld. Omdat al die gemeentes maken los plannen. Ik werk zelf bij de gemeente Rotterdam. Dat is ingewikkeld. Ik denk dat het veelzeggend is. De grootste angst van de gasunie te benoemen. Als je een gok zou moeten doen, zou je denken... Nou, de gasunie was bang dat bijvoorbeeld Shell en Esso toch wat anders wilden. Dat je er niet uitkomt met bepaalde afspraken. Ze waren bang voor de infrastructuur. Al die techniek door heel dat land... Wat ik uit de stuk heb gezien was de gasunie vooral bang voor al die lokale gemeenten. Die in hun gemeenteraad allemaal andere dingen wilden, andere afspraken wilden maken en alles anders op hun manier. Vandaar dat je die SRLG ook kreeg onder andere om koepelafspraken te maken. Dat was echt essentieel. Maar de gasunie zag het niet zitten om met toen nog zo'n 400, 500 gemeenten allemaal om tafel allerlei discussies te voeren. Dat zou onmogelijk worden om een transitietempo te maken. En daarbij hoorde ook dus een bepaalde mate... Ik noem hem altijd graag, wat is de rol van een bepaalde mate van dwang? Hoe ver ga je in normeren? Nou, toen had je ja, aardgas, nu heb je diverse opties. Dat maakt het vele malen ingewikkelder. En inderdaad, een van de favorieten van jou, Aad. Toen had je het in één hand, ook de levering en de infrastructuur. Waardoor je ook de gasunie kon zeggen, ik leg zo'n dikke buis aan. Want ik weet dat men meer gas gaat verbruiken. Ik neem dat risico wel. En nu is de netbeheerder en de leverancier zijn twee aparte spelers... waardoor dat risico nemen... Iedereen kijkt naar elkaar voor dat risico. En dat maakt het extreem ingewikkeld. Nou, even kijken hoor, of ik nog een leuk laatste plaatje heb om mee af te sluiten. Want dan kunnen we naar wat je hier ook ziet. De geschiedenis herhaalt zich. We hebben het nu over het Nationale Isolatieprogramma. En 10 jaar later, nadat het aardgas werd geïntroduceerd... en men zei meer verbruiken, meer stoken... na 10 jaar was dat eigenlijk al over in Nederland... Toen zag ik mij al wachten, dat gas moeten we zuiniger mee omgaan. We moeten ook wat overhouden voor de toekomstige generaties. Dat ging dan weliswaar niet over klimaat, maar vooral over iets overhouden en zuinig gebruik. En toen gingen we ook wel isoleren. Dus de geschiedenis haalt zich wel, niet helemaal, het rijmt meer. En ik nodig jullie vooral uit om hier ook wat vragen over te stellen. Dank jullie wel.